Ik zat te denken, misschien is het wel leuk om eens wat amateurapparatuur te laten zien. Dit is de beruchte Baofeng UV3R. Het portoetje dat ongeveer $25 kost. En te kopen is hier vandaan, inclusief verzendkosten, voor €33. Een hoop accessoires bij die ik niet laat zien, maar dit is het apparaatje zelf. Ik weet niet of het display goed te zien is, dat kan ik op de camera niet helemaal goed zien. Maar het is een tweebanden porto met 2 watt output. Hij is nauwelijks groter dan een, ik roep wel eens een king size pakje lucifers. Het ding is erg handig te bedienen, moet ik zeggen. Er is echt goed over nagedacht. Ik weet ook niet of ik wat stations hoorbaar krijg. We kunnen dat het hier op de repeater gaat. Moment. Nou, hier. Ja. Dan groeien naar rommelen. Dan gaan we daar maar eens een dagje doorbrengen in de duinen. Hè. Dat is de repeater FLD. Ik zit hier in Amersfoort, hè? FLD op 70. Nou, het heeft ook 2 meter. Ik denk het één probleem, op 2 meter is de harmonische onderdrukking waardeloos. Dus origineel kun je hem beter daar niet gebruiken. Voor de rest valt het mee qua stooruitstraling. Hij voldoet vast niet aan de ROHS-regels met betrekking tot loodsoldeer. Maar goed, als je die porto beu bent, dan zit er altijd nog dit in. Let op. Ja, ook een zaklamp zit erin. Die gaat per ongeluk aan. De bedoeling is om de FM-radio aan te zetten. Maar die knop is altijd wat moeilijk te bedienen. We hebben daar geen vuurwapen bij aangetroffen. Ja. Die jongen bleek met een auto in de omgeving van de school geparkeerd te hebben. Die auto hebben we doorzocht en daar hebben we een vuurwapen aangetroffen. Het zwakpunt is ook de volumeregeling. Hij kan namelijk niet heel zachtjes. Er zijn verschillende modificaties. Eén modificatie lost het harmonische probleem op 2 meter op. Dat is ook wel bijzonder slecht, moet ik zeggen. Maar daarmee is het ook opgelost. En een andere modificatie is voor de volume, andere populaire modificatie. Er zijn al meer. Maar goed, zoals ik zei, je kunt hem ook als zaklamp gebruiken. Dat zit er ook nog in. Dus als je hem echt helemaal beu bent voor dat geld, is het wel een dure zaklamp. Maar dan heb je toch tenminste nog iets. Nee, maar het is een leuk ding. Hij is echt heel gevoelig, zoals te horen is. Op FLD. 2 meter zit erin. Het ding is, heeft hoog en laag vermogen. Dat verschilt nogal bij 70 en 2 meter hoeveel dat daadwerkelijk is, dat lage vermogen. Voor het bedrag denk ik wel een goede koop, hoewel je erover kunt twijfelen of je het moet doen. Hè. Ik gebruik hem alleen voor 70, ik heb hem niet gemodificeerd. En daar eigenlijk ook alleen op laag vermogen en alleen op de originele antenne. En ik denk dat je er dan niet zoveel kwaad mee doet. Hè. Wat er net gebeurde is dat de repeater Amersfoort inkwam. En dan schakelt hij dus van de radio af. En een paar seconden nadat het etenverkeer weer weg is, komt de radio dan weer terug. Dat is waarschijnlijk omdat het ding ook professioneel gebruikt wordt. En op die manier worden mensen gemotiveerd om toch maar vooral bereikbaar te zijn voor de baas als de radio er ook in zit. Hè. Het geluid van de radio is overigens, zoals het geluid van de ontvangst, ook voortreffelijk beter dan van andere apparaten. En ook de ontvangstgevoeligheid op FM is erg goed. Het ding werkt grotendeels met SDR-techniek. En dat is ook nog redelijk nieuw natuurlijk. Hè. Even kijken of ik nu zo snel FLD nog weer terug kan pakken. Hard op de knop drukken. Vooral deze knop is erg moeilijk te bedienen. Het zou heel moeten gaan. Kijk, nu is hij weer terug en nu naar UHF. En dan sta ik zo weer op FLD. Kijken, maar hij is niet meer in de lucht. Oké, okay, de Baofeng UV3R. €33.